Yo, wat up jongens? Welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag spelen wij Neverending Nightmare. Dit is weer een van mijn spellen die ik koop. En dan speel ik het nooit. Zo, daar ben ik heel goed in. Ik koop spellen en ik speel ze niet. Daar ben ik echt heel goed in. Ik denk dat ik er nogal 8 heb. Grotendeels ook omdat ik ze wil recorden. Ik ben vandaag eerder naar huis gestuurd, dus ik kan voor jullie weer een mooie show klaarzetten. Dus ja, laten we eens kijken. Ik heb dit spel echt niet gespeeld. En ik heb ook eigenlijk niet zo'n heel groot idee waar het over gaat. Dus ik ga eventjes een klein verhaaltje voor jullie lezen waar het een beetje over gaat. Oké, jongens, daar ben ik weer. We gaan het eventjes uitspreken waar het over gaat. Ik zou het ook wel even in het scherm zelf zetten, zodat jullie het zelf ook kunnen lezen. Want ik kan het wel opnoemen, maar als je me niet verstaat, is zonder dat je niet weet waar het over gaat. Neverending Nightmare is a psychological horror game inspired by the developer's actual battle with mental illness. In the game you take on the role as Thomas, who awakens from a terrible nightmare, only to find out he is still dreaming. As he descends deeper through the layers of hellish dreamscapes, he must hide from horrifying apparitions and outrun his inner demons. He must discover which of the horrors he encounters are a manifestation of his own psychological state and figure out what reality will be when he finally wakes up. Terrifying nightmares world inspired by real life struggles with OCD and depression. Black and white artwork created as distinctively moody and dark atmosphere. Branching narrative features three completely different endings. A dynamic lighting system giving the ever-present darkness a character of its own. IGF nominated composer Skylar McLaughlin delivers a haunting and oppressive dark ambient score. Oké, dus in het kort, Terrifying Nightmare World inspired by real life struggles with OCD and depression. Dus gebaseerd op waar gebeurde dingen die je kan ervaren als je deze OCD of depressie dingen hebt. Black and white artwork created distinctive, moody and dark atmosphere. Branching narrative featured three completely different endings. Drie verschillende eindes, oké. A dynamic lighting system gives the event present darkness a character of its own. Ja, dat geloof ik. IGF nominated composer Skylar McLaughlin deliver a haunting opwards dark. Oké. Maakt niet uit, het klonk heel verwarrend en dat denk ik dat jullie het ook al vonden. In ieder geval, het verhaal gaat dus gebaseerd op iemand die OCD en depressie heeft. En dit is dus gebaseerd op waar gebeurde ideeën, als ik het zo mag noemen. Dus kijk eens aan. Ik ben benieuwd jongens. Heel misschien moet ik zo meteen mijn camera nog even plaatsen. Maar zoals ik ook al zei, ik weet niet hoe het spel is. We strongly recommend playing the game with headphones. We have a special audio processing mode designed for headphones that create the best experience. It doesn't work if you are using speakers. Would you like to enable it? Ik heb een koptelefoon, ja. Ik heb daaronder niet kunnen lezen, sorry. Oké. ASWD als standaard. Interact, spatie, dat is nieuw. Sprint, left shift, right shift, escape, pauze. Die ga ik vaak gebruiken. Oké. Wat mag ik hiervan verwachten? Ik ben nieuwsgierig. Kan ik in de la spaties? Nee? Oké, dus een meisje is dood. Even mijn benen neerleggen, want beter neerleggen. Als ik schrik, dan breek ik ze allebei tegelijk. Oh. Hallo? Iemand in de kast?
ben op zoek. Oké, zo overal waar je mee kan interacten. Dat is lichtgevende kleur. Dat is wel vet. Hallo. Can I see myself? Mag ik mezelf eventjes zien? Nee. Ik loop zo. Het geeft geen licht. De wc? Nee. Oké. De deur gaat rollen. Dus ja, de artwork, hoe ze dat noemen, is wel inderdaad heel mooi bij dit spel. Best wel grove schilderijen. Ik ben best wel nieuwsgierig naar wie die man is. Hij hangt overal. Ik hoop dat we erachter gaan komen. Voel je aangekeken, jongen. Goh, kijk die schilderij die daar hangt. Dat is echt niet oké. Wat een disturbing house. Huis. Oh, kijk een boek, jongens. We found a book. So. Ik kan het niet lezen. Latins? Nee. Ik kan het helaas niet lezen, jongens. Ik zou gaan. Kan ik. Doorbladeren? Nee, oké. Okay. Oh, ik kan het niet rennen. Oké, rustig aan. We gaan gewoon lopen, we hoeven niet te rennen. Er is niks aan de hand. We lopen gewoon door ons. Mega gigantisch kasteel van een huis. Deze schilderij is echt niet oké. In de vorige video viel het me op als ik schreeuwde. Video viel het me op als ik schreeuwde dat het echt heel luid is. Dus ik demp dat altijd een beetje als ik echt hard schreeuw. Want ja, je wil natuurlijk gewoon, bijvoorbeeld wat je nu hoort, de atmosfeer van het spel. Weet je wel, ik vind het gewoon fijn dat jullie de volume een beetje hard kunnen zetten. Dat jullie ook die spanning hebben, weet je wel. Het liefst wil ik eigenlijk mijn stem zelfs een beetje onder het spel hebben. Zodat jullie harder kunnen zetten om daadwerkelijk het spel te horen. De atmosfeer, de rare kleine geluidjes. En dan gaan we gewoon kijken of we er wat moois aan kunnen maken qua geluid. Oh, dat is helemaal niet meer nodig, want ik heb dat geëdit. Er zat wat in dat raam, toch? In dit raam. Hier, dit raam. Ik zag wat, maar misschien ben ik gek aan het worden. In principe, dat maakt niet meer uit, want ik kan nu mijn eigen volume instellen, want ik heb het op een andere... Oh, you suck a bleed. Gewoon kippenvel. Zo. Zo, daar schoot een hele koude rilling over mijn rug, hè. Oh ja. Ik weet niet of het al heb gezegd. Ik ben een pussy, aangenaam. Want ik kan niet tegen horror spellen. En ik speel ze wel, want ik hou van de kick van horror, maar ik kan er gewoon niet tegen. Zo. Ik kan er nooit door. Bah. Oh. Ja, maar dat maakt me niet bang. Gewoon jumpscares. Die vind ik ook niet eng, maar ik wil weten wat er aan de hand is. Even lezen wat ik zei dan. Jumpscares kan ik gewoon niet tegen. Je ziet mijn haren, ik weet niet of je het kon zien, maar mijn haren stonden recht over het eind. Oké, wat zo. Moet dit? Oké. Het is al goed. Wat doe je buiten? Ten eerste.
Ik ben gespannen, jongens. Ik ben echt gespannen. Oh, kijk! Loft. Die is zo'n tijdje de pijp uit. Of we zetten nog best wel een jong jaartal. You're still sleeping? You promised we'd meet for breakfast. Oh. Are you okay? You look upset. I'm sorry. I just had a terrible nightmare. I dreamt you were dead. That's silly. I'm fine. Besides, you always promised you'd take care of your little sister. Well, that was when we were kids. It's still true, isn't it? Yeah. Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. No. Why the fuck you're lying? Ik moet de ondertiteling wat hoger zetten. Even kijken. Rumble language. Ja, nou, dat zal niet in Nederlands zijn, hè? Voor mijn kijkers met voetbal. Oh, wat Nederland! Hey! Wat? Dit is apart. Maar oké. Okay. Prima. Dan hoef ik ook geen ondertiteling meer te hebben. Ja, maar prima doorgaan. Kijk eens aan, jongen. Praten ze dan ook Nederlands? Natuurlijk gaan we daarheen. Oh! Oké, ik weet niet of ik dat wil. Oh, ik moet wel blijven lopen. Oké. Doe normaal. Oh, 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 oh. Ga ik het doen? Oké. Oké. Oké, ik ga wel alle kamers in. Ik wil kijken of ik eens... Oh, huh? Oh, daar liep ik nog ook aan. We gaan hierheen. Hebben we een zaklamp? Oh, bloed. What's inside there? Tanden. Even het feit, jongens. Ik, ja, je zou wel snappen dat je... Ja, als je die droom... Nee, ik kan zeggen, als je die droom met je tanden liggen, weet of je slaapt. Dat mag ik niet zeggen, want... En ook al zou je weten dat je slaapt, dat houdt niet in dat je wakker wordt. No, 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 no. Dat is zeker niet waar. Akelige kamer. Kom maar, we gaan weer verder. Hé, hey, die foto is nieuw. Met dat wijfje die daar... Deze hier aan de muur. Die is nu. Ah, doe normaal. Ah, doe normaal. Oké. Okay. Oh! Op. Waarom kan ik hier niet zo goed tegen? Nou, poppen vind ik niet heel eng. Jullie kijken allemaal boos aan, maar wat wil je doen? Zo'n poppen. Knuffel, zo'n enge. De poppen die kunnen niet bewegen. Knuffels zijn nog beweegbaar. Oh, die gaat helemaal niet goed. Ik zie al die zwarte ogen. Oh! Oké, okay. Zo. Waar ben ik? Ah, ik hoor wat. Ik hoor wat. Ik hoor wat. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee, wat is dit naar? Komt het in die ramen of niet? Gewoon lopen. Gewoon lopen. Oké. 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 De jumpscares houden. Oké, okay, er is niks aan de hand. Het is buiten. Wijfie, kijk me niet zo boos aan, ik heb je niks misdaan. Ik hoor poppen bewegen.
Ah, hou op. Hou op met me. Dit 2D-spel, jongen. Daar krijg je echt stress van. Hup, kamer in. Oh, waar zijn we? Wat moet ik hier doen? Kan ik hier iets doen? Ik kan hier niks doen. Oké, doe rustig check. Even de spanning weg laten lopen. Er is niks aan de hand. Je loopt gewoon net als het begin door je huis. Ik ben aan het huilen. Niet achter je kijken. Kom maar, wat is er? Is dat mijn vriendin die aan het huilen is? Wat zit hier? Oh mijn god, ben je gek? Daar zat heel veel bloed. Daar ga ik niet naar binnen. Ik zag heel veel bloed. Kom maar, dat was zacht. Kijk eens aan. Dank u wel, meneer. Kijk maar, die andere kamer. Ik zag heel veel bloed. My god, where are you forsaken? Waarom krijg je hier geen stressaanval van als je jezelf zo ziet liggen? Ah! Oh, je maakt een grap! Dit is een grap toch? Oh! Ah, God, sucker! Hier is licht aan. Nou durf ik niet meer terug. Oké. Laten we aardig doen met z'n allen. Kunnen we dat? Even een momentje lief doen. Met elkaar! Ik ga niet rennen. Van rennen is nooit iets goed gekomen. Je moet pas rennen als je oog in oog met de duivel staat. Dan moet je rennen. Maar nu, voor een spookje, ik ga niet rennen. Oké, er is niks aan de hand. It's fine. No worries. Vind je het ook zo heet? Spanning maakt het hier een beetje klef of zoiets. Woe. Dus, er was een kamer. Ik ben hier eigenlijk helemaal niet links geweest. Er loopt iemand achter me aan! Oké, ga erin. Nee, hè? Oké, ik ga rennen. Nee, ik ga niet rennen. Fuck dat. Ik moet... Die vloer die kraakt, jongen. Ik weet niet hoe hard jij je volume hebt staan. Ik hoor elke stap die die zet. Het is echt niet oké. De atmosfeergeluiden zijn ook heel intens. Ja, dus dit maakt van niet. Hé, je hebt een zak over de hoofd ineens. Nee, niet rennen. Niet rennen. Raak alleen meer van paniek. Kortademig. En op het moment dat de paniek uitbreekt, ga je niet meer rennen. Dan ben je moe. Oké, jongens, laten we eens kijken. Ik weet dat er één donkere kamer is. Maar ik denk dat die wel een stukje terug was. Maar we kunnen wel even kijken. Hè. We hebben ook een donkere kelder. Nee, maar ik ben hier net dood gegaan. Er is een reden waarom ik waarschijnlijk dood ging. Omdat er iets heel engs in de kelder zit. Oké, dat vind ik echt niet heel nice. Oké. Dank je. Nee, niet ruilen. Allebei pakken. Pak ook die ander. Oh. Ah! Oh, kan ik hakken? Ik kan niet hakken! Oké. Ik denk dat dat depressie met je doet. En OCB, als ik me niet vergis. Ik moet dat echt een keer even googlen. Ik denk dat ik dat voor in de video even doe. Van Google. Dat je precies weet wat het betekent. Zou het verhaal wel intenser maken voor jullie? Ik heb geen idee wat het betekent.
namelijk. Waar zit de bloed op? Ik hoor kettingen. Oh nee, de lichten vallen uit achter me. Oh nee. Oh nee. Er staat me wat op te wachten. Ik hoor die kettingen steeds harder worden. Oh. Oké. Komt het van achter, komt het van voor? Oké. Ik hoor wat echt van links, het komt van achter volgens mij. Oh nee. Oh nee. Gewoon lopen, niet even. Ah! Oh, ik hoor een heks. Ik hoor een beest. Ik hoor een spook. Oh nee, fuck. Moet ik dit ook nog doorslaan? Schiet op, schiet op, schiet op. Schiet op, het licht gaat uit, het licht gaat uit. Schiet op, schiet op, schiet op. Ah! Oh. Oké. Okay. Oh, ik ben zo'n pussy. Oh, wat moet ik hier doen? Hé, hey, vriendin! Het wordt steeds donkerder, jongens. Waar zijn we? Kijk even hoe de atmosfeer hier is veranderd. We hebben een andere schilderij, een muur is afgebroken, spinnenwebben. Dus we zijn vooruit of achteruit in de tijd gegaan. Mag ik de badkamer zien? Oh, het is een kast. Wat? Nou, ik neem aan dat je niet een badkamer verplaatst voor een kast. Dus we zijn waarschijnlijk terug in de tijd gegaan. Kijk, dat meisje kijkt nog steeds boos. Ik heb jou niks misdaan, vriendin. Ik kan me niks maken. Jullie kijken nu ook allemaal boos. Waarom? Kijk, nu ligt er een pop. En de beer is weg. Dat zei ik je, beren kunnen bewegen. Oké, bloemen. Oh, dank u. Oh, dank. Oké. Dank u. De muziek wordt steeds harder. Ik bouw het op naar een schrikmoment. Rechts. Oh, niet rennen, Jack. Het is al goed, er is helemaal niks in je handje. Kom je daar naar bij, gekkie. Wat misschien minder leuk is. Oh. De fouten vast. Ik ga even mezelf hier verplaatsen. Omdat, we lopen naar links en rechts. Dus het is niet fijn dat, snap je? Dat je dan niet kan zien wat eraan komt. Open de kast! Dit is een verstopplek. Dat is nooit goed. Nee, ga weg. Ga weg. Oh. Open. Oh, waar zijn we? Heb ik hier iets aan? Ik heb hier niks aan. Niks geeft licht. Ik wil niet doorlopen. Ik weet dat er waarschijnlijk een beest achter me aankomt om naar die kast te rennen. Oké. Gedraag je. Oh. Niet helemaal vanuit de kelder houden. Oh, dit gaat zo een nachtmerrie worden. Dit is echt een nachtmerrie. Niks aan de hand, joh. We kunnen dit. Jij en ik. Lief een like om me te supporten, man. Geef een like, alsjeblieft. Hé, daar hebben we nog een pop. Ga ik naar die pop? Nee, ik ga naar deze deur. Fuck die pop. Waarom zou je naar een pop toe gaan? Toch? Er ligt daar een... Hebben die poppen ook een leven? Aangezien ons. Ik
worden, iets wat ik niet fijn vond. Oh, hou op met me. Ik vind elke deur eng. Het is goed, niks aan de hand. Niks aan de hand. Ik ben verdwaald. Ik weet echt, oh god, hier gaan we weg. Ik ben zo ver in deze droom. Ik weet niet meer wat het echt is. En wat, welke kant ik op moet. Oh, dat geluid. Oké, okay, door. We kunnen dit. Door. Door, 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 door. Oké. Okay. Oh, jij bent nieuw. De schilderij is nieuw. Gaan we volgen? Dat hoor ik. Oké. Meid, kijk niet zo boos. Ik heb jou niks gedaan. Vriendin, luister je? Oké. En naar de donkere gang. Want daar droomt iedereen van. Oh nee. Oh nee. De atmosfeer verandert. Dit is niet goed. Oh my god, waarom ben ik hier weer? Ah, ah, in die kast, in die kast! Oh my god, wat ben jij? Dieper en dieper en dieper. Is er ook een trap naar boven misschien? Ik weet niet meer. Ja. Of zitten we op. Nou, misschien zitten we wel op een derde verdieping of zo. Dan moeten we juist naar beneden. Oké, we gaan naar binnen. Het is. Wat heb jij voor me? Hoor helemaal niks. Waarom kan ik dit bekijken? Oké. Ja, rustig. Oh, niet roepen, vriendin. Ik heb jou niks misdaan. Oh nee. Hou op. Alleen maar luider. Hey, yo. Doei. Veel poppen. Ik heb niks met poppen. Jullie wel? Mogen er zijn. En niet bij mij in de buurt. In de kast, in de kast, in de kast. Ja, wat denk je? Ik weet dat dit. Ik weet dat hij verderop staat waarschijnlijk. Altijd als je op een verstopt plek zit, echt 5 seconden wachten, jongens. Echt waar. Dat saved levens. Niks doen met maken met recyclen. Hij komt, hè. Oh. Wat blijft hij nou? Dat is zo'n pesterij, jongen. Oké. Wagen om nu te komen. Ik breek je klomp, mega gast. Oh, ik ben altijd zo gestrest met horrorspellen. Wat wil je nou? Je breekt. Doe er wat aan. Ik koop een porselein potje om te fixen of zo. Oké. Waarom gaan we nou weer een trap? Ik hoor heel veel geluiden. Kan ik nou ook kiezen? Oh, ik kan kiezen om terug te gaan. Niet dat ik dat doe. Kan ik rennen? Nee. Oké. Kleine kans dat er dan een achtervolging in de trap komt. Oké, ramen. Ik ga gewoon naar binnen daar. Oké. Ik ben dom. I'm dom. Niet schrikken. Je kan dit, Jack. Amando Gang Power. Je weet toch.
daarvoor gaan we dit doen. We gaan gewoon dat monster pakken. We weten hoe we moeten aanvallen. Ah! Zakkenblieet! Rennen. Oké, we hebben ineens heel erg haast. Super haast. Mega haast. Ga niet vallen. Kijk. Alles wordt helemaal donker. Prachtig. Enig, vind je niet? Gelukkig zit mijn microfoon aan die kant, dus jullie hebben hier geen last van. Jullie horen misschien alleen een zoom of iets. Nee, dat zal wel niet. Maar, oh my god. Why you have to be like that? Oh, Jesus. Oké, ik heb hem uitgezet. Ik wil niet de kwaliteit belemmeren. Allemaal voor jullie, jongens. Ik ga hier dood en zweep me in de hitte. Om voor jullie goede content te maken. Nou, laat je kop zien dan. Oeh. Oké, girl. Oké. Het is zo goed. In de kast. Gewoon meteen in de kast. 1, 2, 3, 4. 5. Oké, is veilig. Kom maar. Wow! No. Nee, dat ben ik niet. Waarom ga je ook terug? Nee, dat is niet eerlijk. Want dan moet ik er achteraan. Ah joh, dat hoort bij het spel. Het is vast ingeprogrammeerd dat er helemaal niks fout gaat nu. Oh, tweede kast. Ik snap wat ik moet doen. Nou, kom op, vet klep. Even naar de andere kant dan, hè. Yoda, gast. Ik hoor je lopen. Kom maar. Wees me niet bang. Nu ben je vriend, jongen. Zo, kijk die aardes, jongen. Hij is kast. Kijk, hij is net zo groot als die kast. Oké, niet te veel rennen. Waarom heb je dat gevoel? Dat er wat aankomt. Oh! Waarom zijn er zoveel van die monsters? Ik ging maar die kant op. Gelukkig zijn ze niet heel slim. Ja, nog een stukje. Dank u wel, mijn jongen. Kom maar. Oh, als dit gebaseerd is op wat mensen echt ervaren, hè, dan heb ik echt met die mensen te doen. Hebben jullie ooit een gekke, enge nacht gehad? Dat je iets hoorde, of dat er iets gebeurde, of dat je hebt gezien wat er niet was, of waar je echt in gelooft dat het er wel was? Reviews, jongens. Laten we die community even levend brengen. Gewoon even wat reacties plaatsen. Ik like hem altijd. Ik geef altijd een hartje. Superleuk.
de eerste die zegt, wie kijkt dit in 2020? Die wordt vastgepind, staat hij voor altijd bovenaan. Het jaar is al zo klote begonnen, dan kunnen we beter even wat likejes erin brengen. Dat is echt niet fijn. Doe normaal. Iemand heeft de substop gezien. Oké, ik ga vanavond ook niet slapen. Ik ga ook nachtmerries krijgen. Ik hoop niet zo erg als deze. Wedden, er is één dat je kijkt en dat er dan ook iets omhoog kijkt. Oh, ik hou van huilende mensen. Ik hou niet van huilende mensen, jongens. We moeten gewoon lachen met z'n allen. Can we not just have a great time? Ik weet niet hoe groot zijn huis is, hoor, maar in wat voor... Nee. Ik kijk omdat ik nieuwsgierig ben, maar ik weet dat er iets engs aankomt. Dat ligt wat? Wat ben jij? Je hebt vast een lijk of zo. Gewoon negeren. Ah, my God, why have you forsaken me? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ah, man! Oh, en mijn vingers, ik heb hier twee sneetjes, jongen. Maakt niet uit. Oké. Kom maar, naar de volgende. Armando gang, Armando gang, Armando gang, gang, gang. Mijn hand doet zo zin. Oh, die geluiden zijn niet oké. Knop dukken in, niks in de hand. Oh goed, wat hebben we hier? Waterpompje, kijk, jacuzzi. We hebben niks te klagen hier, jongen. We hebben het hartstikke fijn. Mijn hand doet echt zeer. Het is allemaal goed, jongens. We hebben hier niks nieuws. Nee, kijk, zie een stoel. Kan je flex zitten. Blockgate row 3. Oké, hier is wel waarschijnlijk wel iemand uitgebroken. We hebben wat drank hier, we hebben kaarsjes, helemaal goed. Oh! Wat zit hierin? Oké, ik wil niet kijken. Nee. Oké, eerst fout gaan. Oké, goed. Is allemaal goed. Blok B. Blok B is nooit goed. Oh. Oké. Ik denk dat iemand daar gewond geraakt is. Die deur heeft geblokkeerd. En half bloedend hier naar beneden is gegaan. Maar dat is sowieso... Een goed iemand, want hij heeft de deur geblokkeerd voor een monster. Misschien zit mijn vriendin in het spel. Deze trap is akelig lang. Een raar ontwerp van kaarsen. Zie je dat? De kaarsen hebben een touwtje. Die gaat dus ergens naartoe waar er dus gas in wordt gepompt. Ja, maar het is veilig. Zie je? Hier is iemand die gewond. Oh! Oh jezus, jongen weer, hou nou eens op. Wat moet je nou, hè? Kom maar een stoel doen, joh. Zakkenwasser. Cocaine extract in alcohol staat er op dit busje. Ik vind het gek dat iedereen zo'n mogol doet. Oké, wat moet ik hier zien? Dit is een dokterslab. Twee deuren. Oh, zo.
alles goed hier? Ja, is goed hier, jongen. Hupsakee, lekker terug. Kijk eens. Hupsakee. Ik hoor. Ik hoor iets wat ik niet leuk vind. Ik denk niet meer dat het vriendelijk is, man, wat ik hoor de hele tijd. Oh jezus, wat. Wat was dat naar? Zag jullie gast eruit zo? Nee, niet fluisteren. Ik fluister ook niet. Hier kijkt een jong. Dat is een mooie arm. Straks echt een anxiety aanval, jongens. Holy shit. Kijk wat dat bloed. Ik vind het wel gek dat er niet. Ik vind het wel gek dat er. Ik vind het niet zo gek dat er zoveel bloed is, want die gozer zit niet waar die loopt. Het bloed wordt alleen maar erger dan. Ja, maar jongens, dat was alweer een half uur. Dus ik ga hem hier eindigen. Voor jullie. Niet voor mij. Ik ga nog heel veel doorspelen, denk ik. En ja, dus ik zal waarschijnlijk in de volgende video dezelfde kleding aan hebben. Maar ik vind het spannend, jongens. Ik heb het een beetje heet. En ik hoop dat jullie het ook een vette game vinden. Het is voor mij een beetje moeilijk, want ik heb natuurlijk 2 game accounts. Ik heb Jackamando voor vloggen en Nederlandse games. Die heel klein zijn en heel weinig. En dan heb ik Jackamando Gaming. En dat is waar ik Engelse games upload. Dus ook volledig Engels praat. Want ja, ik heb hier Nederlandse vloggers en kijkers op. En waarschijnlijk ook een paar jongere kijkers die misschien niet al te goed Engels kunnen. Of oudere kijkers die ook niet al te goed Engels kunnen. En die gewoon van Nederlands houden om het te kunnen spreken. Daarvoor heb ik dit kanaal. Vloggen, gamen, auto's, ICT, noem het maar op. Dat gebeurt op dit kanaal. Andere Jackamando Gaming. Daar, ja, daar doe ik gewoon de Engelse games op. Zodat ik het gescheiden kan houden voor jullie. En ja, ik denk dat dat een hele goede keuze voor mij is geweest. Dus voor jullie is die het einde. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik vond het weer een vette aflevering. Helaas moet ik nog door. Zijn jullie klaar? Tenzij je de volgende video natuurlijk nu gaat bekijken. Ik zou het jullie makkelijk maken. Ik zou daarbovenin eventjes een mooie pop-up voor jullie neermaken. Dat jullie meteen verder kunnen kijken. En anders zet ik hem voor jullie even aan het einde van de video. Zodat je hem op het einde ook kan zien. Jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer als jullie dit vette avontuur verder willen zien. En dan hoop ik jullie, mijn Amando Gang, in de volgende video te zien. Bye!